De Dataton is een initiatief van studievereniging DSA Pattern, het Elisabeth II Steden Ziekenhuis en het Impact Programma. Het Impact Programma draagt met wetenschappelijk onderzoek bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In de Dataton vandaag gaan studenten met geanonimiseerde data van hersenscans aan de slag om te komen tot effectievere behandelmethoden. De reden dat wij data organiseren is eigenlijk omdat wij ervoor willen zorgen dat studenten wat meer ervaring krijgen met data die niet vanuit de universiteit komt. Daar is de data toch ook vaak wat ruwer dan dat je hem vanuit de universiteit krijgt. En daar leren ook studenten een heleboel van. Wij vinden het ontzettend leuk dat er nu met deze data gewerkt gaat worden. Door een groep jonge, enthousiaste studenten die er echt met een frisse blik tegenaan kijken. Dit is echt een nieuwe invalshoek. We werken al vrij veel met studenten. Dit is wel een totaal nieuw concept voor ons, met heel veel studenten tegelijk je over één vraagstuk buigen. Mijn motivatie om deel te nemen aan de Dataton is omdat ik het super interessant vind om met data uit het ziekenhuis te mogen werken. En waar je gewoon echt kan kijken of je een impact kan maken en of je met behulp van data science het ziekenhuis kan helpen om een goede onderbouwde beslissing te maken. Wat ik vooral interessant vindt aan het thema is dat het echt een maatschappelijke bijdrage heeft en dat je er ook echt wat aan hebt aan wat wij doen. Het ETZ zo verder te helpen met hun data-analyse en hun meer inzichten geeft in hun data. De reden dat wij voor gezondheid hebben gekozen is eigenlijk vooral omdat wij studenten ook iets willen bieden wat niet direct bij de gedachte opkomt als je denkt aan data en een baan als data scientist. Wat mij vandaag het meest heeft verrast is dat de groepjes, ondanks de verkorting van de Dataton, nog steeds erg goed aan de slag zijn geweest en tot goede resultaten zijn gekomen. Superleuk om weer een keer op de universiteit te kunnen zijn en om met mijn medestudenten in een groepje te kunnen samenwerken. Wat mij wel erg verrast heeft, is hoe de studenten met z'n allen zo enthousiast aan de slag zijn gegaan. Terwijl ze eigenlijk de uitdaging wel heel erg moeilijk vinden. Misschien hebben die ook wel iets te moeilijk gemaakt. Maar met dit mooie weer zitten ze toch allemaal te bikkelen boven die data. Het gebruik van data in de gezondheidszorg is ontzettend belangrijk, omdat er heel veel data verzameld wordt. We kunnen daar heel veel van leren. Ja, het samenwerken met artsen vanuit het ziekenhuis is eigenlijk wel heel bijzonder. Omdat een aantal artsen waar we ook mee gesproken hebben, die hebben zelf niet de kennis van data als wij studenten zelf hebben en als data scientisten hebben. Maar die kunnen toch hele andere blikken werpen op waar je mee bezig bent en hoe analyses gedaan. Wat mij het meest verrast heeft, hoeveel ze ondertussen eigenlijk al doen met data in de wereld. Dus ik heb natuurlijk een studie data science en daar leer ik heel veel. Maar wat mij dan verrast is hoe ver een ziekenhuis al data bijhoudt en hoeveel zij al proberen te modelleren en dat mee te nemen in hun beslissingen.